Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Dievenmakelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook live uitzending van de appartement op de eerste etage. Loosdrechtse kade 575. En ik ga jullie de woning zowel van binnen als van buiten laten zien. En we starten zoals gebruikelijk buiten. En dan neem ik jullie zo meteen mee naar de eerste etage van dit appartement. Afgesloten portiek. De woning is gelegen aan de Loosdrechtse kade. Voor de deur fietspad richting het centrum. En aan de overkant hebben we groen uitzicht. Tram 2. Daar komt hij. Tram 2 richting het centrum van Den Haag. En ik ga jullie meenemen bij dit appartement. Het is een vereniging van eigenaren met 8 appartementen. Onderhoud van de buitenzijde is prima. En de woning is voorzien van een berging. Die ga ik jullie zo meteen even laten zien vanaf het balkon. Maar als je deze deur hier beneden doorgaat, dan kom je bij de berging terecht. En wij gaan eerst de trap op naar de eerste etage. Loosdrechtse kade 575. Het is een ruim 4-kamer appartement. Op het moment dat je binnenkomt, hebben we eerst een klein tochtportaaltje. Ook nog een plek om de jassen op te hangen. Dan komen we in de gang. Einde van de gang richting de keuken. Als je rechtdoor loopt, lopen we direct de woonkamer in. Aan de achterzijde 2 balkons. Een ruime voorslaapkamer. Deur richting de wasmachine. En de droger, deur naar de meterkast, keuken, einde van de gang, deur naar het toilet, stoere schuifdeur richting de badkamer en de tweede slaapkamer aan de achterzijde. Ook met toegang tot balkon. We zijn dus net door deze deur hier binnengekomen. Op de vloer ligt een zeil. Het ziet eruit als PVC, maar het is een zeil. Wel ligt hier in de gang en in de slaapkamers ligt nog wel een houten vloer. En we zijn net door deze deur binnengekomen. Met direct aan de rechterkant een ruime slaapkamer. Dit is dus wel die houten vloer. Aan de voorzijde aluminium kozijnen, aan de achterzijde gedeeltelijk kunststof. Vrij uitzicht over de Loosdrechtse kade. Tram 2 dus voor de deur. Meestal voldoende parkeergelegenheid. Het is betaald parkeren na 6 uur. Van 6 tot 12 voor de eigenaren, die hebben een bewonersvergunning. Daarnaast kan je nog een bezoekerspas krijgen voor uw bezoek. Goede slaapkamer dus aan de voorzijde, hoge plafonds. Het ziet er allemaal strak en netjes uit. En dan gaan we rechtsaf de woonkamer in. Het is een ruim appartement, ruim 87 vierkante meter. En vroeger was het een appartement met zo'n schuifseparatie ertussen. Nou, die is nu verwijderd, waardoor je echt een hele grote open ruimte krijgt. Met aan de achterzijde ja, een werkblad voor het koken, maar je kan er ook prima aan eten. En hieronder heb je allemaal opberglades
in dezelfde stijl als de keuken. En er zitten ook eetplekken omheen gecreëerd. De Vereniging van Eigenaars actief, €90 per maand. En je zit met 8 appartementen binnen de Vereniging van Eigenaren. Plek voor de vaatwasser, plek voor de koelkast, oven, spoelgedeelte, maar ook aan de voorzijde dus van dit keukenwerkblad element ook nog allemaal lades. We hebben 2 balkonnetjes, zeer zonnig gelegen. En aan de achterzijde kijken we op de binnentuinen. En als je hier tussendoor kijkt, zie je de bergingen. Er zit zo'n fietsenberging bij, standaard fietsenberging. Dit is het eerste balkonnetje en dan hebben we zometeen ook nog dit balkon wat grenst aan de keuken en aan de slaapkamer. De cv-ketel is hier in de hoek weggewerkt, bouwjaar 2018. Intergas zo te zien. In de gang nog een bergkast met onder andere de groepenkast. Nou, voldoende groepen. 2 aardlekschakelaars, slimme meters. En daarnaast hebben we de deur naar de plek met de wasmachine en de droger. Netjes weggewerkt. Deur naar het toilet en de slaapkamer. Nou, zoals jullie kunnen zien is het raam daar kapot. Ik zal nog even navragen bij de eigenaar of dat misschien onder de Vereniging van Eigenaren valt, onder de glasverzekering. En ook hier die houten vloer. Net zoals in de voorslaapkamer en in de gang. Deur richting het toilet. In dezelfde stijl als de badkamer. Mechanische ventilatie. En dan hebben we de schuifdeur richting de badkamer. Design radiator voor de handdoeken. Leuke wastafel. Allemaal erg sfeervol. Mooie tegel op de wand. En een prima ruime douchecabine in de hoek. We gaan vandaag starten met de bezichtigingen. Nou, er ligt een enorme stapel brochures liggen er klaar om de bezichtigingen te gaan doen. We starten vandaag de bezichtigingen op afspraak, zaterdag op afspraak, maar we hebben ook zaterdag nog een open huis gepland. Ik ben alleen wel bang dat het redelijk druk zal worden tijdens het open huis. Je kan eventueel naar kantoor bellen om te kijken of we eventueel nog een klein beetje spreiding in het bezoek kunnen aanbrengen. Dus bel even naar kantoor 070-448-3150 op het moment dat u de woning ook wilt bekijken. Mocht u naar aanleiding van deze live video vragen hebben, bel dan ook gerust naar kantoor. U ziet, het begint weer druk te worden. Groot aantal bezichtigingen. Brochures liggen klaar.
Mocht u op zoek zijn naar een woning, schrijf u dan vooral in op divamakelaars.nl/inschrijven. divamakelaars.nl/inschrijven. We sturen u dan de nieuwste woningen nog voordat ze op Funda komen. Mijn naam is Armin Streekstra, ik ben van Divamakelaars. Bedankt voor het kijken, wie weet, tot ziens.